kunstwerken opnieuw gebouwd om aardverschuiving te voorkomen. Goedemiddag, ambulance dienst, waarmee kan ik u helpen? Bij de eerste hulp, maar ik zie dat uw zuurstofgehalte wel wat zakt. We gaan u wel een beetje zuurstof geven. Ik hoop dat u zich een beetje beter voelt. Krijgt u zo een kapje op uw neus? Ja. Komt ie hoor. We zijn bij het ziekenhuis hoor. Nu naar de intensive care, dan gaan we u verder helpen. Ja. Nou, we gaan nu eerst even met de richting, mevrouw de Jong. Zo meteen. Ik heb maar 2 houden. En bladdering. Ja. Nou, we zijn er hoor. Ik heb even naar de foto gekeken en de labuitslagen erbij genomen en u hebt toch een flinke longontsteking door de corona. Nou ja, u bent erg benauwd, dat hoef ik u niet te zeggen. We gaan u helpen. We gaan een stuk beademing overnemen van u, maar daarvoor gaan we u in slaap brengen. Wilt u nog iemand spreken door de telefoon? Dan kan ik nog iemand bellen voor u? Nee? Zal ik dan zo met u afspreken? Als alles achter de rug is, dat ik contact opneem met uw familie. En dat ik ze dan op de hoogte stel. Ja. Goed, Suzette, wil jij de etomidate 1 ampul? Mag er helemaal in? Ja, heb ik hier. Kijk maar. Nou, dan gaat u zo in slaap. U krijgt van mij een kapje op uw gezicht. Probeer maar rustig te blijven. Geef me toen de slaap. Probeer maar aan iets fijns te denken.
Dan komt hier de beademingskap hoor. Dan krijg je ook extra zuurstof. Dus dit is ongeveer een halve liter. En een liter zit al op anderhalf. En dan nog twee. Wat is zeggen ze? Nee, antibiotica zijn. Nee, niet weg, geloof ik. Volgens mij ook niet. Ik zei het net, dat je het opvalt. Van 2 keer 20 naar 4 keer 20. Ja, wel zo meteen even terug. Ja, helemaal goed. Bedankt. Helemaal slag, dat mag jij niet goed doen. Is dat zo? Goed. Goed zijn van... Voel even aan de wanden en voeten. Het is een beetje warm. Ja, heel goed. We gaan nu zo meteen weer even draaien. U krijgt nog wat medicijnen van ons. Ik wil zo graag praten. Het zit dan al in mijn keel. Praten. Dus we moeten zo naar draaien. Oké, dan gaan we er in de sandwich rollen. Veel mensen. Het is zo donker. Wat ben ik? Ja, dat is wel goed. Ja. Zijn we klaar voor? Ja. Dan gaan we hier open door.
Ga ik een keer uitzuigen, niet schrikken van mij. Ik wil het niet. Ik wil even benauwd worden voor u. Goed zo, hoe is het met mij? Gewoon onrustig, dus ja. Spannend. Wat geef jij, Boris? 4 milligram. Ze zijn niet bij mij. Hij moet het halen. Ik moet het halen. Ik ben echt zo bang. Ik wil weg. Ik loop. Ik loop naar de zon. De stralen raken mij. Ik ruik de zon. Warme voeten. Ik hoor stilte, zonder zorgen, geen vroeger, geen later, gewoon nu. Het komt goed, ik weet het. Het komt goed. Hallo mevrouw, ik zie dat u een beetje wakker aan het worden bent. U heeft nog een beademingsbuisje in de keel. Dat helpt u met ademhalen, maar daardoor kunt u niet praten. En u begint nu een beetje wakker te worden en het gaat al beter met u, gelukkig. En we gaan samen met het team goed voor u zorgen. Ik ga nu eventjes wat slijm bij u weghalen, hoor. Dat geluid. Mijn hand. Oké. Ja, ik ben nog heel even. Zo dik. Thank you.
snap het allemaal niet. Zo. Dag mevrouw. Ik zie dat u een beetje wakker wordt. U bent opgenomen op de afdeling Intensive Care in Tergooi. U heeft een beademingsbuisje in de keel zitten. Het lukt nog niet helemaal om zelfstandig te ademen, omdat de longen zo ziek zijn vanwege het coronavirus. Dus vandaar dat u ook nu niks kan zeggen. We gaan zo ook eventjes met uw familie bellen. Gaan we video bellen. Kan uw familie u ook eventjes zien en ziet u ook nog wat bekende gezichten. Verder houden we u heel erg goed in de gaten. En gaan we goed voor u zorgen. En komen we wat vaker per dag ook eventjes om de hoek weer kijken hoe het met u gaat. Mijn vraag was of u ook wilde video bellen of dat u liever gewoon even telefoon doet. Precies. Die muziek. Dat hoop ik ook. Nou, ik wens u heel veel sterkte en dan spreek ik u vanmiddag. Oké, dag. Wie was dat? Ik wil hem niet video bellen. Wat is dat? Wat is dat? Even bij u kijken hoor, met u gaat. Hey. Ja, hoop nodig, Jolie. Ik zat even naar het ritme te kijken. Het lijkt alsof dat ritme verandering heeft. Ja, wel veel PVC's. Ja, vond ik ook. Misschien nog wat mee doen. Ja, ik zou even nog wel met de arts overleggen. Misschien nog magnesium en nog een ECG maken. Ja, ga ik doen. Ik heb een ECG-apparaat pakken. Ja, kan ik de arts opstellen. Niet weggaan. De Jong, ik zie dat u wakker bent. Kijk net naar alle mooie tekeningen en brieven die u heeft gekregen. Ik zie hier ook nog een kaart staan. Ik denk dat u die nog niet heeft gelezen, hè? Dan lees ik hem even voor u voor. Lieve tante Barbara, we zijn super erg geschrokken. Wat erg dat je zo ziek bent. We zien op televisie mensen in het ziekenhuis die hetzelfde hebben. Ze slapen de hele dag en mogen geen bezoek ontvangen. We hopen dat je snel weer beter wordt. Veel kusjes van Carlijne. Ach, wat attent. Wat lief. Wordt u er helemaal emotioneel van, zie ik, hè? Ja. Valt ook allemaal niet mee. Een heftige periode en dan wij met die pakken aan. Bent u bang? Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Wij zijn er voor u
Ik blijf hier even zitten bij u. Dan kijk ik meteen even naar alles. Totdat u slaapt. Is dat goed? Dankjewel.